Op een woning aan de zijde Winderstraat in Rotterdam heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een overval plaatsgevonden. Bij de overval die omstreeks 2:30 plaatsvond, werd een 42-jarige vrouw neergeschoten. Met een schotwond is de dame overgebracht naar het ziekenhuis. Daar was zij aanspreekbaar en stabiel. Enkele mannen drongen de woning binnen. In de woning waren op dat moment meerdere bewoners aanwezig. Waarschijnlijk is er een ruzie ontstaan. Voor de politie is dit nog niet echt duidelijk, maar houdt rekening met meerdere scenario's. De politie kon in de omgeving een 26-jarige man uit Amsterdam aanhouden. Hij was gewond en voldeed aan het signalement. De verdachte is gewond overgebracht naar het ziekenhuis en is daar ook aangehouden. Vanwege de verwondingen van de verdachte zijn ook twee Rotterdammers aangehouden in de leeftijd van 22 en 24 jaar. Zij zijn ook bewoners van het pand. Zij liepen lichte verwondingen op en konden na behandeling in het ziekenhuis overgebracht worden naar het politiebureau. Hun betrokkenheid wordt daar onderzocht. De forensische opsporing heeft ter plaatse de sporen weten veilig te stellen. Het regionale overvallenteam van de politie neemt de zaak verder in onderzoek. Heeft u informatie omtrent deze overval? Dan kunt u contact opnemen met de politie-eenheid Rotterdam.